Hallo iedereen en welkom terug bij deel nummer 14 van onze Let's Play Manamon 1 videoseries. In de voorgaande video hebben we een best wel tergende beslissing moeten nemen in de Shadow Alliance Factory. En we hebben een begin gemaakt in Starwalk Mountain. Tijdens deze video waren we van plan om Starwalk Mountain verder af te maken. En tijdens deze video heb ik ook weer een gezelschap van een van mijn beste vrienden. Hallo Tim. Hallo Mike. Ja, ik heb onze tassen weer gevuld. We zijn weer helemaal bepakt en beladen. Want... ik heb zelfs helmen meegenomen, pikawelen, touwen, noem maar op. We die gigantische bergbeklimming doen. Ik had geen idee dat we mijn werkerswerk gingen doen. Nou, dan weet je dat nu. Nou, goed om te weten. Nou ja, we bevinden ons nu nog eigenlijk aan het einde van het vorige deel aan de voet van Starwalk Mountain. We hebben wat sweeping werk gedaan voor Starwalk Mountain. Maar ik heb het idee dat er best wel wat sweeping werk aan zit te komen als we de bergen ingaan. Uiteraard, ja. Nou ja, zullen we maar gewoon gaan doen dan? Laten we maar eventjes gaan beklimmen. Nou oké, zijn we hier weer voor de trap? En hier het trapje op. Starwalk Mountain F2. Oh, gezellig hier. Hier staat een mannetje. Heel veel mannetjes. Waarheen? Met deze boulder of zo. Ja. Goed en ook. Hier verder naartoe. Hier naar rechts volgens mij. Hier gaat een pad verder naar rechts. Ah, kijk hè. Komen we ergens. My second grade English paper is on the use of algebraic analysis to solve systems of linear partial differential equations. Ik heb geen idee wat je zegt, Tamer. Genius Wallace has challenged you to that. Wallace sent out a mandible. Ja, bla bla bla. Ja, best wel. Ik heb hier wel die Tamer met die mandible gevonden. Even systematisch opruimen hier. Oh, one hit, one KO. Leonard gained 1000. Genius Wallace is about to summon Stillion. Stillion. Yes. Ideeën, Tim? Ik heb nog ideeën. Voor Stillion? Het beste is vuur, grond of... Earth hebben we in elk geval. En die staat niet in het veld. Ja, nou. Gewoon knallen we die handen. Gewoon door blijven beuken eigenlijk. Nou, dan beuken we deze ook nog wel systematisch uit. Oh, wel super effectief. Maar hij staat nog, hij doet erop. Wat zei? Ik zei je toch? Ja, maar hij staat nog wel. Maak een dag met een quake. Thundum of zo. Dat klinkt iets als poison of zo. Ja, wat klinkt als een snake. Ah, de super effectief. Wat is het niet die Vendron? Het zou kunnen in elk geval, maar het was in ieder geval super effectief om Earthquake te doen. Ja, je Pyfort en zijn transformatie is Fundor. Oh, vandaar. Ja. Soundtype Manamon is as beautiful as classical music. Ik heb alleen de Bellart. Ja? Ik weet dat, want ik heb hem getransformeerd op een playthrough. Oh ja. Ik heb even vergeten dat we hier dus uiteindelijk tegen een Bellart te maken kregen. Dus ik heb uiteindelijk Enchantmeter maar halverwege ingezet. Auw, critical hit. Oh. Oh, ik overleef hier nog een Enchantmeter en dan zijn we nog een revive. Nee! Oh, hij staat nog. Oh, over een trauma gesproken. Dan kan ik Meteor Rush kunnen doen. Nou ja, zo be het. Dag wel uit. Waarom heb je dat niet gelijk gedaan? Ja, ik denk er niet over na. Oh, fudge. Ze vinden het niet leuk. Dat wij machtige Tamers zijn. We hebben nog geen manen om tegengekomen. Volgens mij hebben we nog ergens een account down actief staan. Dat
denk ik ook, ja. Volgens mij zo moeilijk is het niet. Ah, hier. En countdown did expire. Dus zetten we even nieuw in. Want ik wil zo min mogelijk worden tegengehouden nu. Super countdown. Dan kunnen we later altijd nog die ultra's gaan gebruiken, maar... zijn mij iets te waardevol. Dat is ook de reden dat ik ook alleen de gewone encounters en de super encounters bijkoop. Ja. Ja. Ik bedoel, ultra's vind ik handig om te hebben, maar meestal is een area net niet groot genoeg dat je, dat je er helemaal gebruik van kan maken ofzo. Ja, precies. Ik hoop natuurlijk dat jullie allemaal een plattegrondje erbij hebben gemaakt, want ik ben ondertussen de plattegrond alweer helemaal kwijt. Lonely Chamber hier. Oh, hier. Naar links. We kunnen gewoon verder. Board now. Ach, ben je board, kerel? En dan zet je een levelen in. Je bent echt levensmoe. Die is echt vermoeid, ja. Ja, dat hij een levelen inzet tegen onze Lianatar. Tornita, dat was Enchantidot, toch? Ja. Nu gaan we wel Meteor Rush doen. Ja, doe dat maar wel, want daar heb ik irritant wezen. Oh, ik heb hem alleen gemist. Oeh. Wat een pijn. Solor. Ja, dat bedoel ik dus. Solor, en een Phantasaur neem ik aan, toch? Ja, dat keer. Dan kan ook Steelion doen. Oh ja, Steelhorn. Die is iets meer toegespitst op harde aanvallen, Steelion. Ja, klopt. Oh! Want, het was echt één klap, het was gewoon gelijk klaar. Ik zei het toch? Damn! Ah, trap hier. Trap hier, trap hier op. Hier gaan we eventjes een beetje genezen. Waarom niet? Voordat we aan de volgende etappe gaan beginnen. Dank u. Vier keer 7 in elk geval. Ja, 7, want we kunnen zometeen op de volgende vloer niet 7. Tim, zie ik wat meer vertellen over de volgende vloer? Ja, dat is natuurlijk vloer nummer 3. En dat betekent dat we met een tijdnood doorheen moeten banjeren. Weet jij nog hoeveel minuten we daar doorheen moesten lopen? Voor mij 2,5 minuut. Ja, dat kan zo kloppen. Nou, dus in 2,5 minuut moet je doorheen lopen en zo niet, nou, dan moet je weer opnieuw beginnen. En dan ben je weer op het begin van de trap gezet en dan moet je weer opnieuw beginnen. Er is wel één voordeel in ieder geval, als je wilde Manamon tegenkomen of Tamer gevecht hebt, want die gaan we best wel wat tegenkomen, dan wordt de tijd gepauzeerd. En je krijgt voor mij ook wel weer extra tijd als je de themers hebt verslagen. Voor mij krijg je dan wel weer wat bonus tijd, volgens mij. Oh, dat wist ik nog niet. Dus pin me er niet op vast, hoor. Oké. Daar gaan we dan. Voice over. Hey there, traveler. Felt it only right to tell you about the rock slides here. They are very frequent, so it's very hazardous. I'd say you've only got maybe 2.5 minutes until the next one. If you're going through this area, be careful. That's all I'm saying.
Wat een bemoedigende gedachte. Vind ik ook, ja. Ah, hier ligt een item, die hebben we nodig. Drum Lantis found an ice crystal. Ice crystal. Hier nog wel wat. Drum Lantis found an ice stagger. En wat we nou gaan doen als catch in elk geval. Oh, een countdown is neer. Never mind. We gaan nu even de trap weer naar beneden. Scout alvast. Oh, dat is een wilde manemon. Glee. 21 hours. Oké, okay, dat was nummer 1. We hebben de ijskristal in elk geval. Select Manapete inventory items. EX super encounters. Even aanzetten. En dan gaan we weer in. Poging 2. Ja, ik ken het verhaal. Blablabla. Dat idee. Vooral naar boven. Hier staat een mannetje. I'm trying to get through this area before the next rock slide. Super fijn om te weten. Dat proberen wij namelijk ook. Waarom val je ons aan? Weet je wat mij nog het meest interesseert? Ja? Waarom die blijft staan en niet verder met ons meeloopt? Ja. Ja, van gas, doe niet moeilijk. We moeten eruit. Weet je, waarom val je überhaupt aan? Nou, foul driver. Oh, do you restrain? De kroeg, jongen. Kom maar. Leonita used final and death. Final Andy for. Leonita has dealt 29 points. Kan niks anders. Tanden inzetten. Scarial? Tegen Paladine. Ja, dat is Leon. Only fighting time. Ja. Ik kan een keer wegknallen. Ja, want hij heeft. Leonita compleet lam gelegd. Oh. Rich Kid Reginald is about to summon you. Ook omdat Leonita ook alleen maar een physical attack heeft. Ja. Oh ja, perfect. We hebben goed aan gedaan. De Guerrero heeft hij nou ingezet. Oh, dat is cool, monster. Scarial has increased to level 45. Crescent fighting. Leonita has 65 out of inventory status. Stronghold. Leonita. Dan gelijk weer verder. Dat is een kwestie van don't doddle. Terwijl blijf hier vooral niet rondhangen als het niet hoeft. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Gelukkig maar. Hier trappen je. Zo, gelijk gezelligheid hier. Select an owl in my save game. Oh ja, hier. Hoe zat het ook alweer? Oh, trap hier door. Ah, hier. With all my money, I've got half of Tangeria in my back pocket. Dat is leuk voor je, dat je met al het geld half Tangeria hebt. Fijn om te weten, man. Ik had niet zonder gekund. Oh. Misschien kunnen we nog wat van hem lenen. Zou geen kwaad kunnen. Oh, dat denk ik niet. Nee. Gaat wel pijn doen. Ja, klein doosje. Auw. Ah! Critical! Ouch. Better safe than sorry. Two my dissonant chimes, inderdaad. Do I fumble? Nee, niet missen! Goed, dankjewel. Ik wil 5 klappen, 5 keer 16 schade. Hopelijk maken we het nou af. Nee, nog niet. Nu wel.
Hey. Level 46. Oh, mooi. Kijk hier verder. I like rainbows. I like main... Wat hè? Tough girl Chelsea. Chelsea sent out a Donnamar. Dat zal wel. Donnamar. Donnamar looks like a walking hammer. A walking hammer. Choose a quick earthquake. Oh die, Donnamar. Ja, ik vind het een... Ik hoop dat was One Hit One KO voor Earthquake. Ja, weet je dat hij in One Hit 2 nog een extra transformatie krijgt? Is dat zo? Ja. Hoe? Ik heb nooit heel veel, gespeeld met deze... Met deze Manom, eerlijk gezegd, maar... Ja. Van de fighting types vind ik hem de beste. Oké, okay. Want waar, waar verandert hij in dan? Ik weet het even niet, 1, 2, 3 uit mijn hoofd, maar het blijft wel een electric en fighting type, okay. Dat wel. I'm an acting school. We are performing a drama about professional wrestling this Thursday. Oké. Okay. Ik zal het na de opname wel even voor je opzoeken. Oké. Okay. A menacing orange furred bear. Dat is goed, ik ben wel nieuwsgierig inderdaad. Ja, nou, dat komt goed. Dat laat ik je weten. Je hebt de Manamon 2 Manapedia ook bijna helemaal compleet. Ik heb hem bijna compleet, ja. Ik moet alleen nog Manamon 1 monsters hebben. En een paar Manamon 2 monsters. Nice. Zoals de laatste transformatie van die hele spinnenlijn. Ik krijg het toch niet omdat, ja, daar heb je die ritmespelletjes voor nodig en daar ben ik niet goed in. Nee, die ritmespelletjes die liggen mij ook niet in dat helemaal, maar je kan, je kan even tot te proberen die symfonie te vangen in Requiem. Dat heb ik geprobeerd, ja, maar dat gaat niet. Oh, dat is jammer. En zeg eens pas, ik kan dat pas later doen. Wat? Hoe de fuck kan ik hem later doen? Als ik niet eens weet hoe ik wat ik nodig heb voor de volgende. Dus als iemand het weet, dan zal ik het fijn voelen. Ja, laat het inderdaad vooral weten in de commentaar beneden. Dan kunnen we... Rescue Tim from the music puzzles. Ja, dit is echt annoying as hell. dan heb ik nog Frosthound nodig. Ja, dat heb je al meerdere keren gezegd. Je moet het vaak laten lopen. En dan pas kun je pas transformeren. Ja, wie is van... Paladin. Moet je inderdaad een aantal stappen moet je dan lopen nou, voordat die Mudmo in die vorm verandert. Maar het is helaas... Er zijn toch iets van 20.000 stappen, toch? Voor mij wel, inderdaad. Voor mij wel, inderdaad. En de enige die ik nog niet in het lijstje heb gevonden, die ik ook niet in het spel tegen kan of wil komen, dat is nummertje 303. Nog net voor al die Mythicals die je ziet. Okay. Ik weet niet wat voor monster het is. Oké. Okay. Nou. Transformatie of zo? Ik heb geen flauw idee. Het zou wel vet zijn als je de Manapedia compleet zou kunnen krijgen. Dat zou echt vet wezen op Manamon 2, ja. Je hebt een chest? Lantis found a power hit bracer. Power hit bracer. Ik ben me ervan bewust dat ik hier en daar wat dingen laat liggen hoor, dames en heren, maar het moet ook nog een beetje leuk zijn om naar te kijken. En dat niet alleen, je kan altijd nog wapen terugkomen in deze troep. Ja, daarom. Oh god, drie promollers. Oh, hi. Select an action for Leonator. Attack force Earthquake. Leonator used death. Dan ben je al bijna op het laatste dieping. Ja. Leonator has dealt 107. Zo, eentje gelijk neer. Hoppa, en de tweede zat ook nog. Nou ja, oké, Scarwheel. Als je bij die trap bent, dan wil ik ook nog wat vertellen. Dat is goed.
Het zal niet lang meer duren voordat deze vermolders neer zijn. Ja, zelfs niet effectief werkt. Om het af te maken. Nee, oh, dat gaat pijn doen. Ja, dat doet pijn. Oké, de vermolder is ook neer. Dat was een 4-3 gevecht. En dan gaan we verder. We zijn er bijna. Super encounter. Okay, party. Want zoveel andere thema's komen er toch niet meer? Nee, alleen nog op de vijfde verdieping. Inventory. Ja. Total max full of medical master herb UP restore max revive skill drink. Even wel een beetje bijgenezen. Antidote herb select use select Leonita. Leonita state antidote select inventory. Party. New York Stelion. Stelion has 64 out of 140 health. Skiriel. Skiriel has 18 out of 130 health. Skiriel. Skiriel has 18 out of 130 health. Select inventory. Oh, Skiriel is behoorlijk opgepoetst. Antidote herb 5. Select Stelion. Oh, mooi. Ja, die heeft al 18 van de zoveel over volgens mij. Dat is wel heel weinig. Ik wil het een beetje te ver gaan om Skiriel heel erg neer te laten halen. Ik wil hem opnieuw wel vervangen, maar niet op deze manier. Het zal wel heel tragisch zijn voor onze grote vriend. Ja, hij is toch al. We beginnen van bij ons. Ja. Hij promolder. Daarom ging ik oorspronkelijk naar de inventaris om een super accounten aan te zetten. Manipedia, save game. My inventory, state of my item. EL opt up, EX super encounter. Items, select inventory. Zo be het. Kunnen we hier verder? Ja, ik hoop het wel. Heb je gewoon een chest? Met een rare jewel en 600 gold. Lekker. Komen we in de buurt bij de trap volgens mij. Uh-huh. Kunnen we naar beneden denk ik. Ja. Rechts. En je moet een keer naar rechts en dan naar boven toe. Want ja. Naar boven. Ja, ik volg de rechter muur zeg maar even naar beneden. Uh-huh. Hier gaan we dan naar rechts. En hier gaan we zo omhoog volgens mij. Me goed herinner. Hier gaan we wel omhoog. Ja. Hier heb ik de trap. Okay. Kan ik? Ja, je kan. Okay. Voordat we deze trap opgaan, zijn we natuurlijk bij de derde verdieping, dat eerste stuk gehaald hebben. Dat je de pad hebt waar je snel doorheen moet lopen voordat de tijd op is. Dat is weer hetzelfde zo op de vijfde verdieping. Alleen we hebben 2,5 minuut langer de tijd. 5 minuten in principe. En wat ik ook heb begrepen is dat er ook eerst een blok is, zeg maar, dat we dat door een teleporter moeten drukken en dan ergens op een switch moeten zetten. Ja, dat klopt helemaal, Mike. En dan gaat het pad verder eigenlijk open. Ja, dan kun je het pad openen en dan kun je er doorheen banjeren en dan zijn we uit de grot. Zijn we er klaar voor? Yes. Dan gaan we eraan. Hey there, another rockfall is coming soon. You've got maybe 5 minutes. Okay, fijn om te weten. Rijden doorheen.
waar die switch precies zit hoor. Oh, hier. Ik zie het. Gelukkig hebben we ruimschoots tijd. Want hier zijn we de meeste tijd aan kwijt, ben ik bang. Dat denk ik ook, ja. Goed, ik loop er helemaal mee. Super encounter down. Select inventory, items, EXP PAL, lifetime, ultra and optical, ultra, oh ja, eentje verder. Nog eentje verder. Zo, dat was hem. Dan gaan we nu weer verder. Shift. We hebben nog 3 minuten en 10 seconden. Als ik jou was, heb ik toch maar eventjes de trap af en de trap op doet. Maar dan staat die, dan staat dat ding er toch weer? Nee. Niet? Die blijft gewoon op zijn plek staan. Oké, okay. Wat doen we dan? Ja, die blok die staat er wel. Maar die hoef je niet nogmaals daar naartoe te zetten. Oké, okay. Oh, ik zie het inderdaad. Dat is inderdaad kennis wat ik nog niet had bedacht. Daar heb je weer mij voor. Ja. I just went out of the caves up ahead and it's a long way down. It's a long way down, ja. Athlete Brandy has Brandy sent out a sheep pit. Dat weet ik, moet ik komen er vandaan. We komen net van beneden. Nou, ga gewoon neer. Auw, niet trampelen. Auw. Dat is super. Athlete Brandy is about to summon Tutomaten. Tutomaten. Staal, ja. Oh, Earthquake is helaas op bij ons nu. Oh, Quake was al genoeg. Ja, Manja. Skiriel, ga erin. Ja, dat is de perfecte optie daarvoor. Ja. Hij staat nog steeds. Skiriel has 62. Dag hier, Manja. Skiriel is now capable of using the spell Toxic Storm. Toxic Storm. Do you know? Yes. Is dat de moeite waard? Toxic Storm. Krijgt hij dat? Het is level 46. Toxic waste mixed with polluting. Oh, dat is een vette aanval. We kunnen hem in een ruil doen voor Subliminal Radio Wave of Venom Shot. Zo, gedaan. Want die Toxic Storm is niet alleen een poison, maar ook nog eens een air-type attack. Oh, dat is wel cool. Ja, zij is super effectief voor sommige monsters. Oké. Okay. Dingetje geven. Want de transformatie van Torto, Troyson, die heeft diezelfde aanval. Oké. Okay. Dat is wel cool. Ja, die is echt supergoed. Oké. Okay. Oh, het is een lange weg. Reno Dio. Arme Tamer. Gaat een beetje pijn doen. Heel veel pijn. Oh nee, sound attack. No. Auw. Nou, ga neer. Oké, dit doet meer. Bam. Hydrake.
Scarreel, doe je ding. Maak me trots. Ja, je kunt die Toxic Storm ook gebruiken, hè? Tegen die Hydrate. Oh, nou, eigenlijk was Windforce was één ding genoeg in over. Het was in ieder geval echt een. Het was een critical hit ook. Holy shit. I can feel a cold draft. I can feel a cold draft. Moet je raam dicht doen. Fenrir is an Arctic wolf. Fenrir. Transformatie van. Hound. Nee, wat doe je ook weer? Ja, je hoort hem op. Woep, woep, dat die er zomaar. Ja. Oeh. Ander. Ik zet Stilion even in. Nee, niet dubbel, dat is niet cool. Kom al. Klap je bakkers. We hebben drie klappen voor je bakkers. Oh, dan Wolfie. Arctana. Stilion. Ja, dacht ik ook inderdaad. Ik heb echt een ongelooflijke hekel aan Arctana, maar... Ik niet zo, maar hij kan heel erg irritant wezen. Dat is precies de reden. Dat is precies de reden waarom ik hem haat. You should have worn a coat. Ja, dat moet je ook vooral ijsmanemon en watermanemon met je meenemen. Status, Stronghold, 8. Select Leonita. Of ik denk als we Snowstar City aankomen, dat de market heel blij met ons gaat zijn. Heel erg blij met ons. Trouwens, over die marketplaces gesproken, hoeveel goud heb je eigenlijk in de 36.000. Hoezo? Oké. Nou, dat was gewoon nieuwsgierig. Ja, je hebt het recht om het te weten natuurlijk. Maar we hebben nog wel iets van 7... Auw, dat doet pijn. Auw. Grandlin hebben we het nou tegenover ons. Grandlin, ja, dat is de laatste transformatie van die hele... grondsteen type. Ja. Ik kan niet dat het geen pijn deed. Maar we hebben ook iets van 7 Red Jewels of zo. Ja, dat klopt. Maar die wil ik nog. Als de afkant nog niet inzetten als het niet nodig is. Ik kan er misschien wel 1 of 2 gebruiken hoor. Ja. Ja, het kan wel inderdaad. Nog kijken inderdaad. Vangen van wel misschien nodig hebben toch? Ja, daarom. Want, moet zo ze de Strong Herbs. Strong Herbs bijen kopen in ieder geval. Ja, in ieder geval alle spullen die we echt nodig hebben bijkopen. En de spullen die we niet nodig hebben gewoon verkopen. Ja. Anders heb ik even een Mighty Herb gegeven. You look like a homeless guy. Nou, misschien zijn we op reis. Schijnen die thema's heel slecht te realiseren dat er ook mensen zijn die op reis zijn. Ja, wij houden wel van de trip. Dat is wel grappig. Ja. Oh, dat viel mee. Nee, niet missen. Die had je wel mogen missen. Terra Dragical. Sculptor of zo. Ook gewoon. Stilton. Ja, die. Dat is de transformatie van Evergem. Gewoon water gebruiken, dus. Ja. Even kijken of we dat gaan.
Ja, zo klinkt je wel inderdaad. Dat het inderdaad een steensoort lijkt te zijn. Oh, dank je Tim. Zo, opeens een gigantische hagelbui hier. Oh, er zit er nog eentje in. Dag, Skelton. There's no way I lost to someone like you. There's no way I could have lost with someone like you. Yeah, you just did, boy. Accept it. Your life can be so much easier when you accept the fact that you lost to us. Yeah, accept the fight. Dat klopt wel heel arrogant trouwens. Oh, dat valt ook wel mee. Hopelijk klikken mensen nou niet weg. Ja, die arrogante Novision gamer. Even kijken, waar moeten we heen? Noah staat hier in de weg te staan. Laten we de linkermuur een beetje volgen. Ah, hier kunnen we verder naar beneden. Oh, joh, Tim, we hebben nog bijna 3,5 minuut. Oh. Dus je krijgt er inderdaad iets van tijd bij, volgens mij ook. Of wij zijn zo snel door die muur heen aan het lopen, dat het niet eens opvalt. Ik denk dat het misschien een combinatie van beide is. Zou kunnen. Het helpt in elk geval dat de tijd gepauzeerd wordt. Aha. Hier een trappetje weer. Select. Upper Starboard Mountain. Upper Starboard Mountain. Your manaman look pretty beat. I'll heal well. Zo, we zijn genezen. Voor mij zijn we nou bovenaan, toch Tim? Ja, dat klopt. We zitten nu op de piek van de mountain. Ja, dan denk ik dat het... Even 7. Dat het een mooi deel geworden is. Ik weet niet hoe jij daarover denkt, Tim. Ja, ik vind het helemaal prima zo. Nou, helemaal top. Dan wil ik iedereen hartstikke bedanken voor het kijken. En vergeet vooral niet als je leuke reacties hebt of vragen hebt om dit in het commentaar onder achter te laten. Geef groene duimpjes, geef hartjes, abonneer je. You know the drill. We zitten op het moment van opnemen op 31 abonnees. Het zou super awesome zijn als we dit naar 40 zouden kunnen stoten. In het volgende deel waren we van plan om Snow Star City wat verder te gaan verkennen. De steden daar te verkennen en onze weg te vervolgen naar Paladin Point. Nou ja, hoe dan ook. Hartstikke bedankt voor het kijken. Tim, ja, hartstikke bedankt dat je erbij bent geweest. Het was weer... Graag gedaan, Mike. Het was superleuk. Ja, zeker weten, man. Ja, graag gedaan. Ja, man. En dan hopen jullie allemaal weer terug te zien met deel nummer 15 van Let's Play Manamon. Ciao, ciao. Tot ziens.